In winst in de competitie in de vierde klasse D. Je bent er. Ja, gelukkig wel. Dus heerlijk was dat. Dus ik krijg nog een beetje bier over me heen, dus dat is altijd goed. Pas op voor de microfoon. Ik denk dat de eerste helft, die je hebt gezien, was natuurlijk heel zenuwachtig. En daar waren we ook wel een beetje bang voor. Maar in plaats van de hele wedstrijd. En dat is ook logisch. Ik zei al voor die tijd dat ik mijn vrouw vermond zelfs had. Die heeft eigenlijk helemaal geen verstand van voetbal. Zeg maar, de kampioenswedstrijden zijn meestal de wedstrijden die zijn super slecht. En volgens mij heb je hem ook gezien. Ik denk dat een paar goede momenten is aan. En voor de rest was het zeg maar een paar. Ja, al met al 5-1 winnen in de kampioenswedstrijd. Dus volgens mij is dat perfect. Met rust was het nog maar 1-0. Ja, nou, volgens mij moesten we in de eerste helft ook al een paar doelpunten maken. En dat hebben we ook nagelaten. Maar voor de rest, dan heb ik gezegd, dat kan een keer gebeuren. Het was ook geen paniek. Volgens mij hebben we ook niks weggegeven. Maar het doelpunt zien wat we tegen krijgen in de tweede helft. Ja, de bal wordt volgens mij iets van richting veranderd. Vrije bal. Wat volgens mij buitenspel was voor die tijd al. Dus, Dan heb je eigenlijk al op je netvlies. Ik wil volgend jaar derde klasse spelen. Ja, dat was ook de doelstelling. En volgens mij hebben we die ook gehaald. En nou, we hebben toevallig één wedstrijd verloren. Dat maakt de mensen meer probleem van dan wij hebben gedaan. Maar de doelstelling was kampioen worden. En, maar ik zeg ook al, je moet het wel altijd doen. Hè. Je ziet ook wel op een gegeven moment een mindere fase in de competitie. En kampioen worden zijn we gewonnen. Dus voor mij is het klaar voor de club ook. En dan volgend jaar kijken we wel verder. Maar we gaan eerst hem lekker genieten. Natuurlijk ben je dan wel iets fanatieker als je een keer verliest. Maar ik zeg altijd als de trainer in paniek raakt, ja, dan raken de jongens ook in paniek. En dat is natuurlijk helemaal niet goed. Kampioenschap met een enorm aantal doelpunten voor op nummer 2 Averest. Dat moet je goed doen. Ja, tuurlijk. Ja. Toen wij naar de zaterdag heen gingen, wisten we wel dat we een maatje te groot waren voor de eerste klasse. Ja, dat hebben we ook wel laten zien. Dus het is ook niet heel raar dat we zoveel doelpunten hebben gemaakt en ook zoveel punten hebben gepakt. Bijna niemand gaat weg. Iedereen blijft bij ons hangen. Het voordeel daarvan is ook dat je met elkaar kunt bouwen. Dus dit jaar met elkaar kampioen geworden en volgend jaar kun je dan weer verder bouwen. We'll be right back.
prima. Hé, hey, gaan we nog even door? Punten bij elkaar optellen en dan gaan we kijken welke teams in de prijzen vallen. Onze vereniging die bestaat nu 40 jaar, daarom vieren we dit jubileum. En de meeste mensen die lid zijn, zijn geïnteresseerd in Scandinavië, zijn er ook vaak geweest. En een enkeling is in Scandinavië geboren en woont nu in Twente. Maar het is echt een vereniging van mensen die vooral na hun werkzame leven dus vaak naar Scandinavië gaan. Dus je ziet hier heel veel gepensioneerden. Het is nu de 17e mei. Dat is
precies de datum van de Norges Nationaaldag. En daarin wordt eigenlijk gevierd dat Noorwegen zelfstandig werd, los van de Unie met Zweden. Ja, ik ga er nog ieder jaar naartoe, als het kan, zomers en 's winters. En ja, Noorwegen is voor mij het favoriete land. Zweden is ook mooi, maar Noorwegen is net een graadje mooier. Toen u met pensioen ging, toen kreeg u een reis aangeboden. Die reis heb ik toen ook gemaakt met mijn echtgenote. We zijn toen naar Lapland geweest. Hebben we 7 weken rondgetrokken. Helemaal langs de westkust van Noorwegen tot het puntje in Noorwegen op de grens van Rusland en Finland en Noorwegen. 3 landenpunt. Daar is hele streng grenscontrole. Als je de grens daarover zou gaan, word je door de Russen gepakt. En dan heb je moeite om weer vrij te komen, want ze zijn daar heel erg streng. Dat 3 landenpunt is een heel bijzonder punt. Dat is het enige punt op het vasteland ter wereld waar 3 tijdzones bij elkaar komen. In Rusland, Finland en Noorwegen is het steeds 1 uur tijdverschil. Dus dat is heel merkwaardig. Ik heb weinig contacten met plaatselijke mensen. Ik ben meer een individualist die daar gewoon zelf rondtrekt. Natuur is het allerbelangrijkste.